Maar in ieder geval vanuit die al een tijdje in de oorlog zitten, moet dat natuurlijk een hele bijzondere gewaarwording geweest zijn. Ik denk niet dat ze in een, ze hebben op een paar plaatsen in Europa meer gevochten, maar een verwelkoming zoals hier in Graven, dat geloof ik niet dat ze dat eerder beleefd had. Dit is het verhaal van Graven. Een podcast over de ziel en zaligheid van de Brabantse vestingstad Graven en haar bijzondere historie van ruim 800 jaar. Peter Linders gaat op zoek naar hoogtepunten, bijzondere inwoners, opmerkelijke verhalen door de eeuwen heen. Dit is Het Verhaal van Graven. Welkom bij de podcastserie Het Verhaal van Graven. Mijn naam is Peter Linders en we hebben voor de tweede keer te gast Kees Vos. En we gaan naar 1944. Welkom Kees. We hebben al een keer gesproken over de periode 1940, 38, 39, 40 en 40 dat Graven werd ingenomen door de Duitse troepen. We zijn uitgebreid ingegaan op de kazermatten Noord en Zuid, vlakbij de Graafse Brug. Maar het was maar een onderdeel van een hele groep kazermatten in Graven. In de schaduw van de brug kazermatten liggen nog de pilraamstelling kazermatten, linie kazermatten kortom genoemd. Die beginnen bij Graven en die houden bij de Belgische grens, bij Budel houden ze op. Dat is een aaneengesloten linie geweest van grotere en kleine kazermatten. En allerlei andere hindernissen. Waterlopen, onder andere het defensiekanaal. Dat spreekt de meeste mensen in Oost-Brabant al aan. En zijn die allemaal in 38, 39 gebouwd? Nee, die zijn in 39, 1940 gebouwd. Ja. Toen de Duitsers binnenkwamen moesten de Space Cup in erop ruimen. Dus dat is toch wel een haastklus geweest. Dat was op het nippertje. De stellingen waren niet eens allemaal klaar in die nee. En ja, toch wel een omvangrijke operatie. En dat betekende dat, los even van die twee kazermatten bij de brug, hoeveel stonden er in totaal ongeveer in de omgeving van Graven? In de gemeente Graven er ongeveer 30 gestaan. Ja. Drie verschillende types. En er staan nog steeds kazermatten? Meer dan de helft staat er nog. Ja. En we doen ons best om dat zo te houden. Ik denk dat niet iedereen weet waar ze staan. Als je ze aanwijst, dan zegt iedereen van, ja, die heb ik wel eens gezien. Ja. Maar als je vraagt van, wijst er in gedachten eens één aan, dan denk ik dat een heleboel mensen het moeilijker hebben. Ja. En we zeggen kazermatten en geen bunkers, want dan moet je een rondje geven. Dat is afgesproken. Dat is afgesproken. Je zei ook van, in het hele land van Kuik, want we zijn nu onderdeel van gemeenteland van Kuik, staan er nog veel meer? Ja, ik schat dat het er over de 100 zijn. Ja. Toch belangrijk om dat erfgoed vast te houden en erover te blijven praten. Als je kijkt wat in de rest van Nederland gebeurt, de Grebbelinie wordt hard aangewerkt. Je hebt de Nieuwe Hollandse Waterlinie, je hebt de vesting Amsterdam. Allemaal wereldberoemd, zou ik zeggen. En dan in Oost-Brabant ligt dan ook nog zo'n linietje. Ja. Maar ja, niet oppast, dan wordt het ondergeschoffeld. Ja. Daar ben ik niet tevreden over. Nee, het mag meer aandacht krijgen. Dus mensen die daar ideeën over hebben, mogen ze zich bij jou melden om daar aan mee te werken. We gaan naar 1944. De oorlog was volop in gang. En de geallieerde troepen die hadden zoiets van, het mag nou wel eens een keertje eindigen. Er werden allerlei plannen gemaakt, ook allerlei aanvallen georganiseerd richting de Duitse troepen. Waren zij op dat moment, leek het doek te vallen voor de Duitsers? De weken voor Market Garden waren de Duitsers constant op de vlucht. De parachutisten die hier de opdracht kregen om te springen, die waren al 3-4 keer naar het vliegveld gegaan om ingezet te worden. En elke keer waren de grondtroepen eerder als de parachutisten aan beurt waren. Dus de Duitsers konden bijna niet hard genoeg lopen om de troepen voor te blijven. Ja. Maar toen kwam Montgomery met het plan om een hele grote sprong te maken. Hij had de gedachte om voor Kerstmis in Berlijn te zijn. En wou een sprong maken over Arnhem, vanuit België tot over Arnhem heen. En dan aansluiting te zoeken met de IJsselmeer. Ja, de militairen waren natuurlijk al in Frankrijk-België na D-Day. Nee.
wilde optrekken, want je had twee routes. De route, ik noem het maar even Luxemburg. Ja. En de route Nederland. Ja, bovenlangs, zeg maar. Bovenlangs. Ja, die had in die strook had je de Siegfriedlinie liggen. En dat was behoorlijk goed versterkt. Dus de Amerikanen die zagen wel brood om bovenlangs die linie Duitsland in te vallen. En daarvoor moest je door Nederland heen. Amerikanen, Engelsen, Poolse troepen. Ja, die werden in één leger onderdeel verenigd om deze Market Garden uit te voeren. En ze kregen, er werd in drie happen verdeeld. Het 101 Airborne uit Amerika kreeg Eindhoven-Veghel als doel. Het 82e Airborne dat kreeg Graven tot en met Nijmegen als opdracht. En het Britse parachutistenkorps moest de brug in Arnhem veroveren. Ja, dat was de 30e legerkorps wat ik lees hier. De operatie Market Garden is in een week tijd ontworpen. Ik weet niet precies of het een week is, maar het was een haastklus. Een haastklus, ja. Dus Montgomery had zoiets van, bovenlangs operatie Market en operatie Garden. En dat werd bij elkaar Market Garden. Eén was de luchtaanval en andere was de grondtroep. Ja, een ambitieus plan. Ja, zelfs Eisenhower, die ook niet voor een kleintje vervaard was, was er niet echt uitgesproken enthousiast over. Nee, was de Amerikaanse generaal bevelhebber van de Amerikaanse troepen. Ja. En hij heeft op 10 september heeft hij, in 1944 heeft hij gezegd van laten we het maar doen tegen Montgomery. Ja, en zo is het gekomen. Ja, zo zijn ze gestart. Dat betekende dat die landingstroepen vanuit de grond richting het noorden ging, richting Arnhem. En die bruggen die ertussen lagen, moesten gaan veroveren. Dat waren de hindernissen die makkelijk te verdedigen waren voor de Duitsers. Ultieme verdediging is opblazen. Ja. En dat moest voorkomen worden, want dat haalt de snelheid eruit. Maar daarbij was het plan ook heel gewaagd. Want als een brug opgeblazen wordt, dan de rest moet dan wachten. Staat dan een opstopping? Ja, die opstopping is er sowieso wel gekomen. Want er moest wel heel erg veel over één werretje. Ja. Maar ja, het was een riskante onderneming. Maar als je achteraf kijkt, dan is het meeste toch wel goed gegaan. De Duitse troepen wisten dat er iets ging gebeuren? Of hadden ze waren ze op voorbereid? Nou, niet echt. Ik denk dat hier en daar wel een generaal die dacht van, als ik het was, dan zou ik dit en dat doen. Ik bedoel, die Duitse generaals zoals student en dergelijke, die waren ook niet gek. Maar dat ze het echt hebben aanzien komen, dat geloof ik niet. Nee. Het was natuurlijk ook best wel gewaagd, dus dat de luchtoperatie naar Arnhem al vooruit ging. Hè. Er waren commando's die Arnhem moesten gaan bevrijden of een stelling moesten nemen. Die zijn daar geland, ja. Ja, maar moesten relatief lang wachten dan, dus voordat ze hulp kregen. Ja, het was allemaal gepland dat diezelfde snelheid die ze in de weken daarvoor vooruit waren gekomen, dat volgehouden kon worden. En dan was dat 3 dagen, dan hadden ze er moeten zijn, de grondtroepen. Ja, 3 dagen volhouden en dan komt de steun vanuit onderuit. En als je kijkt naar wat de parachutisten meekrijgen en wat ze dachten aan tegenstand tegen te komen, dan had dat ook moeten kunnen. Toen Graaf aan de beurt was, over welke dag hebben we dan? Dat is alle dagen, alle fronten tegelijk geweest, 17 september. Ja. Op een zondagmorgen. Na de hoogmis. Of tijdens de hoogmis. Tijdens de hoogmis. Dat lees je in alle brieven en verslagen, dat de burgers bij meneer Pastoor zaten en dat buiten de wereld verging. Dat verging omdat er luchtafweer geschud. Het begon met luchtalarm natuurlijk, ja. Dat was ook al onheilspellend. En dan vervolgens, zoals hier in Graven, er werd de omgeving van de brug gebombardeerd met bestoken van jachtvliegtuigen. En toen die mannen hun boodschap gedaan hadden, toen kwam er nog een keer een hele luchtmacht aan om
de loslopende troepen in de omgeving nog een keer te bestoken. Waaronder dus de twee vlakstellingen op onze kazematte hier. Ja, want die, ja, daar zat een flinke verdediging op. Dus ook met ja, mitrailleur, vuur. Ja, er stond luchtdoelgeschut op, ja, van 20 mm. En dat kon je inzetten tegen vliegtuigen, laagvliegende vliegtuigen. Maar ook tegen grondpersoneel en dergelijke. Dat was zeg maar de voorloper van ja, de troepen die kwamen via de lucht en via, via de grond. Het was dus de bedoeling dat door die beschietingen dat of de installaties uitgeschakeld waren, of dat de Duitsers zo benauwd waren dat ze meters onder de grond gekropen waren. Ja. Beide is redelijk gelukt. Alleen een paar kanonnen, zoals dat op Zuid, die waren heel gebleven en ja, dan duurde niet zo lang of er was een Duitser die het ding weer kon bedienen. Ja, ondertussen heb ik gelezen en gehoord uit overlevering dat de hele lucht vol ja, zwart was van parachutisten die naar beneden gingen. Ja, ik stel me dat zo voor dat op het moment dat die jachtvliegtuigen wegvliegen, dan denk je van hé, dat hebben we gehad. Ja. Maar een paar tellen later komt over Velp komt een zwarte streep op de horizon. En dat blijken dus honderden vliegtuigen te zijn. Deels gewoon troepentransport, maar ook vliegtuigen die gliders trekken. En dat allemaal lost zijn vrachtje boven en rondom graven. En de gliders waren een soort zweefvliegtuigen die getrokken werden door gemotoriseerde vliegtuigen. Ja. En daarin, zat materieel in, maar ook troepen? In eerste instantie, die eerste dag, zat er hoofdzakelijk materieel in. Want een kanon kun je wel in een zweefvliegtuig stoppen, maar onderaan een broekspijp van een parachutist kun je dat niet hangen. Nee, dat snap ik. Dan ben je heel snel beneden. We hebben het, dat is de 82e Airborne Divisie. Ja. Ja. En daar zijn ontzettend veel parachutisten geland. Je kunt, als je het eenvoudig wil stellen, de bevolking nam in een uur tijd met 100% toe. Zo. Ja. En er waren 10.000 mensen als bevolking. En dat een uur later waren het er 20. Ja. En dat kwam uit de lucht aan de overkant van de Maas. Ook aan deze kant van de Maas. Aan deze kant van de Maas, met Gassel en Scharen. Keent? Nou nee, het was toch wel geconcentreerd om de brug heen. En verderop naar het Maaswaalkanaal, want die bruggen wilden ze ook graag intact houden. Maar hier in Graven werd dus de hoofdmacht, die werd overrasseld op de uiterwaarden, gedropt. En er was één kompie die moest de zuidkant van de brug hebben en die landde in Velp. Ja, en in Velp, daar was de generaal Bonskazerne, of ja, dat heette toen denk ik nog niet. Nou, dat heette wel zo. Heette wel zo, toen al. En daar zaten de Duitse troepen in, Ja, die zijn gaan vluchten. Ja, en dan moet je erbij zeggen dat de hoofdmoot die daar zat, dat was een deel van het pijn in het buikleger. Dus allemaal pijn in de buik leeg. Ja, mensen die dus afgekeurd waren in de jaren daarvoor. Ja. Een arm miste, een been miste, maar toch nog konden schieten of iets dergelijks. Die werden in een apart bataljon verzameld. En dat was een groot deel was dat de Duitse bezetting van de Bondskazerne op dat moment. De tegenstand die was er wel, maar ja, daar kwam zo'n overmacht aan. Vanuit de kazerne is er eigenlijk geen actie geweest. Nee. De actie die er was, dat kwam van Hermann Göring troepen die rondom de brug lagen. Ja, dus daar lag het zwaartepunt van het gevecht. Over grond, over land kwamen de troepen omhoog, dus zeg maar van zuid naar noord richting Graven. Ja, alleen dat was nog 2 dagen later. Dat was 2 dagen later, dus het waren echte verkenners, de commando's die vooruit gingen. De parachutisten die van het 504 parachutisten infanterieregiment, wat een woord. Die landen dus hier rondom Graven en ja, die hebben het eerste 2 dagen moeten klaren. Het was super belangrijk dat die brug intact bleef. Ja. Want dan, ja, dan had je die doorgang naar Arnhem geborgd. Ja, de brug heet nu de Luitenant Thompsonbrug. En dat is John Thompson volgens mij. John S. Thompson. Ja, John S. Thompson. Hij is ook later een voetbalspeler geworden. Of een honkbalspeler. Honkbalspeler, ja.
En ja, de man was commandant van een eenheid. En waar landde hij? Thompson is geland tussen net achter Oud-Velp. Vanuit de kazematten zeg ik altijd van, kijk naar die radiomast die daar bij de tennisbaan staat. Ja. Want dat is zo'n beetje de plek waar Thompson geland is. Net zo rondom de wetering daar. Dat was een strategische landing. Ja, want er wordt veel gezegd dat hij wat angst had voor de kerktorens van Velp. Maar zijn vriend, luitenant Mauro, die zegt van nee, dat had hij van tevoren al gepland. Als het toch gevaarlijk moet zijn, dan kan ik beter maar dicht bij de brug landen. Ja. Dan is de tijd dat op me geschoten kan worden, is relatief kort. Ja. Dus dat was strategisch wel heel sterk. Later zijn die landingen ook wel eens een keertje herhaald. Want ik heb dat een paar jaar terug nog een keer gezien daar. Ook ongeveer op dezelfde plek. En toen is hij met een kleine eenheid richting de kazematten. Ja, in het vliegtuig zaten gemiddeld 15 man. Dus Thompson is een vliegtuig. Die mannen zijn gesprongen. Eén man die had de pech dat de parachute niet goed open ging. En die viel in een pruimenbommer in Velp. Hmm. Daar hebben we dus vorig jaar ook een monument voor gezet. Voor. Hij is overleden ook. Toen in de loop van de dag is hij gestorven aan zijn verwondingen. Daar hebben we dus vorig jaar een monument voor gezet voor Curtis Morris. Curtis Morris, ja. Ja, bekende naam. Hier. En voor de rest, alleen bij later op de avond is in Velp, of in de 11th is nog iemand gesneuveld. Ja. Dus hij sloop richting Kazemat Zuid. Zuid. Ja. En daar zijn waarschijnlijk hevige gevechten geweest. Ja, hij wist in eerste instantie zag hij wel mensen lopen, maar hij kon niet zien of het bevriende troepen waren, ja of nee. Want ja, zijn collega's die waren net aan de andere kant geland, dus hij wist niet zeker wat het was. Hij had nog het geluk dat er een andere sergeant van de hoofdmacht, die was iets links van hem, ook ter hoogte van Kazemat Zuid gekomen. En die mannen hebben samen een plan gemaakt. Dus Thompson die ging Kazemat Zuid beschieten. Dus dat die Duitsers toch een beetje de hoofd laag moesten houden. Terwijl die sergeant links om het gemaal getrokken is. En van daaruit dus met een bazooka dat kanon heeft kunnen uitschakelen. Ja, wat er bovenop stond. Bovenop stond. Maar best wel spannend, want er zit heel veel tijdsdruk op. Want ja, die brug die mag niet. Het kan elk moment, het kan niet opgeblazen worden. Ja, want dan zullen ze best wel wat voorbereiding getroffen hebben. Het lag Duitsers. Allemaal klaar. Lag allemaal klaar. En dus die druk was best wel hoog. Dus ze hebben slim en hard gevochten. Ja, het is best een drieste aanval geweest van Thompson. Ja. En dat heeft succes gehad. Ja, zeer moedig. Met een bazooka is het afweergeschut uitgeschakeld. En daarmee er was natuurlijk een belangrijke schut ook om iedereen die maar in de buurt kwam neer te maaien. Daardoor konden ze zich wat beter bewegen daar in die omgeving. En datzelfde gebeurde ook bij Kazemat Noord. Daar zijn de geschriften niet helemaal duidelijk over. Daar stond ook een kanon op en ik heb altijd gedacht dat het door het luchtaanval gesloopt is. Maar ik heb laatst een gevechtsverslag gevonden. En daar staat een sergeant in die het claimt dat hij het gedaan heeft. Een van de parachutisten. Ja, dus. Een van de parachutisten. Maar ja, evengoed, hij deed het niet meer. Nee. Dus de twee kazematten werden veroverd. De Duitsers die nog aanwezig waren, die werden gevangen genomen. Er zijn er een aantal gesneuveld daar. Ja, en het voordeel van dat innemen van dat kanon was, aan de overkant was ook nog druk gevochten. En Thompson die heeft dus een paar mannen het dak opgestuurd naar Zuid. En die heeft gezegd, van aan de overkant staat ook nog zo'n kanon. En dat maakt onze mensen behoorlijk lastig. Doe er eens wat aan. Dus toen hebben die Duitsers een granaatje van eigen kanon gekregen. Oh. En daar hadden ze niet mee gerekend. Dus dat, nee, maar dat communiceren moest heel moeilijk geweest zijn. Want je zegt net van de ene sergeant en luitenant Thompson, die kwamen elkaar tegen. En je wist ook niet precies van waar zijn de andere troepen. Nee, die sergeant die heeft een risico genomen. Die zag dus op een gegeven moment een aantal mensen langs de raam lopen. Kon ook niet goed zien, want in die tijd stonden er allemaal meiden door een haren daar zo. Dus die heeft een sprintje getrokken door het weiland heen daar zo.
Omdat dus dat Thompson daar liep. En daardoor konden ze samen verder optrekken. Ja, ja, bijzonder dat zulke kleine beslissingen in de strijd dan zulke grote gevolgen hebben gehad. Ja, en zeker als je dus bedenkt dat bij de landen van Thompson zijn twee radiomensen in de wetering terecht zijn gekomen. Ja. Nagenoeg verdronken zijn daar zo. En dat was dan het ene, dat kun je als parachutist, kan je dat overkomen. Maar die twee hadden ook precies de radio bij zich. Ja. En die waren ook verzopen. Ja. Ja, dan wordt het helemaal lastig. Dus die contact met de hoofdmacht was niet mogelijk. Nee, die Duitse troepen aan de overkant, die zijn uitgeschakeld op een gegeven moment. Dus de kazematten waren veroverd. Dus de brug was veiliggesteld. In eerste instantie was dus alleen de Graafse kant vrij. Dat was om 4:55, volgens het briefje wat Thompson naar zijn commandant gestuurd heeft. 17 september. Ja. 17:05. 17:05, dat is wel heel bijzonder. En later hebben de D en de F-compagnie die aan de overkant problemen hadden met name ook de twee vlak installaties daar zo. Die hebben toen ze die twee auto's hadden uitgeschakeld, konden ze de brug oversteken. En toen zijn ze rond middernacht graven ingetrokken. Ja, dus rond middernacht weer terug. Hè? Dus de brug die was veiliggesteld. Er zullen wel wat troepen neergezet zijn of soldaten die dat verder hebben bewaakt. En toen graven in, terug. Ja, ja. Dus nou, terug, dat zijn de troepen die in Overasselt zijn geland. Die hebben graven bezet. Ja, dus die zijn de brug overgegaan. En linksaf geslagen. Linksaf de Koninginnedijk op, richting graven. Ja, ze zijn dus... En daar hebben ze dus het stadhuis en postkantoor bezet. Ja, ja, mijn vader was een kleine jongen en die zei van nou, als kleine jongen moest ik door het raam heen kijken, door een kiertje. En daar liep een Amerikaan en die was 3 meter hoog, tenminste in zijn ogen. Ja, ja. Dus toen is dat gebeurd. Ja. En die die hebben natuurlijk gekeken van is er nog weerstand? Loopt er nog ergens een verdwaalde Duitse... Nou, soldaat op dat rond. Moment waren de Duitsers allemaal weg. Die waren allemaal weg. De E-compagnie die had... toen ze merkten dat ze niet aan konden sluiten bij Thompson... want dat kanon was toch knap lastig op Zuid. Toen zijn ze naar de tweede opdracht gegaan bij de 11th. Het chauffeurscafé tegenwoordig. Ja. Daar hebben ze een roadblock ingesteld. En daar hebben ze last gehad van een Duitse verkenningstank. Ja. Waarbij dus een officier gesneuveld is. Ze dachten dat het de Engelsen waren die dan uit die richting moesten komen. Mm. En dan riep iemand van niet schieten, want er komen de Engelsen aan. Nou, iedereen blij, uit de bermen, uit de schuttersputjes komen. En toen schoot die rottank, was een Duitser. Ja, dus die had een list bedacht. Nou, die was behoorlijk goed gecamoufleerd. Ja. Je kunt je het nog wel voorstellen, je hebt... de weg van de Tol af. En dan heb je die aansluiting bij de Bondskazerne. Mm-hmm. Dat is een knik. Ja. Dat ligt nou een rotonde. Dus pas als die uit die knik komt, dan zie je dat voertuig. Ja, en dan te laat. Ja. Ja. Maar goed, dat gebeurde. De bevolking kreeg in de gaten, hey, er is wat aan de hand. Er is flink gevochten. Ze hebben natuurlijk bombardementen gehoord. Het afweergeschut. En wellicht, want er zijn ook op een gegeven moment gravenaren naar de Maasmuur gelopen om toch te kijken wat er precies gebeurde. En het signaal van, hey, dit zijn de bevriende troepen, we worden bevrijd, kwam toen. Ja, de Amerikanen waren stiekem al bezig kijken. Want ze hoorden zelfs in de 11th hoorden ze het gejuich van de gravenaren. Ja. Dus die Van Poik, de kapitein van die eenheid, die zegt tegen een van zijn luitenant... ga eens kijken wat er aan de hand is, want het klinkt daar wel vreemd. Ja. Dus er zijn twee man de Kastanjelaan opgelopen. Ja. Die zagen in donker de Duitsers bezig met papieren verscheuren en verbranden. Oh. Die hebben ze met rust gelaten, want ja, het zijn hun eigen spullen, dus ze stoken maar. En toen hoorden ze dus dat de gravenaren Tipperary aan het zingen waren. Ja. En dat hebben ze dus gemeld. En daarop zijn de mannen uit vanaf de brug graven binnengetrokken. Ja, dat moet voor een soldaat die in een oorlog zit misschien wel...
komende vanuit... die kwamen vanuit de lucht, hè? Dus deze, ja. Maar in ieder geval vanuit die al een tijdje in de oorlog zitten... moet dat natuurlijk een hele bijzondere gewaarwording geweest zijn. Ik denk niet dat ze in een... Ze hebben op een paar plaatsen in Europa meer gevochten. Maar een verwelkoming zoals hier in Graven... dat geloof ik niet dat ze dat eerder beleefd hadden. Nee. Nee, en dat ja, en dan in je moedertaal dan een bekend nummer te horen door Nederlanders. Ja, ja, het zal wat een vreemde tongval hadden. Ja, wellicht. Ja, ja, maar in ieder geval, het was feest. Het was heel erg groot feest. Dat, ja. De Amerikanen schreven er ook over naar huis. Dat, ja. Die Nederlanders die... Ja, dat is heel bijzonder. Kunnen feesten. Nou, dus de bevolking... Die snakte natuurlijk naar die bevrijding. Dus dat was als het ware een explosie als je dat allemaal leest. Ja. En er gebeurde van alles. Want er waren natuurlijk ook foute Nederlanders. En, ja. Ja, dan krijg je dus de afdeling Pek en Veer. Ja, daar is ook veel over te lezen. Ja, dat ben ik niet zo trots op. Nee, dat is minder de schaduwkant, de zwarte kant van de oorlog en van de bevrijding. Twee dagen later kwamen de grondtroepen in feite Graven binnen. Ja, s'morgens om 9:00 meldt de eerste verkenningswagen zich bij Van Boyk op de Elft. En die razen meteen door. Ja, op dat moment heb je nog geen Nederlandse geen Nederlands leger, hè, want het is niet meer. Er melden zich denk ik wel... mensen die gaan helpen. Dus dat speelt denk ik wel. Het is een beetje tweeledig. Hè? Je had de Prinses Irene Brigade. Ja. Die kwam 22 september of iets dergelijks aan in Graven. Hebben daar ook nog een paar weken de brug bewaakt. Maar je had ook de OD, de ordendienst. Ja. En dat is niet altijd even daar, als je nou eens een keer een humoristische film wil maken... dan zou dat een onderwerp kunnen zijn. Je moet je voorstellen, er staat iemand in een dorp hier in de omgeving, in een kruidenierszaak. En 's middags is die bij de ordendienst. Ja. Wordt hij naar de overkant gestuurd, want daar liggen allemaal zweefvliegtuigen. En die generaal van dat spul, die wil ze graag nog een keer gebruiken, dus er mag niemand aankomen. Nou, dan staan daar een paar Nederlandse jongens. Die staan in de wei met een raar ding wat kan schieten. En dan komen de parachutisten aan, want die hebben bekleding nodig voor hun schuttersputje. Die roppen daar wat zijkanten van zo'n vliegtuig af. En die zwaaien naar die OD'ers en die gaan weer. En die OD'ers hebben niet in het hart om wat te zeggen van... ja jongens, dat mag niet. Nee. Dus dat soort situaties krijg je dan. Ja, het was natuurlijk niet georganiseerd. Ja, nee, raad je toe. De mensen waren van goede wil, maar tegenover een parachutist is een de grond, de boerknecht, geen partij. Nee, zeker niet. En dat moet je ook niet durven, denk ik, in die tijd. Het was toch wel spannend om in een oorlog te zitten. Ja, al met al, Graven was strategisch. Dat hebben we al een keer eerder over gehad. Dus het was belangrijk voor Operation Market Garden om die eerste brug... Of de eerste, het was niet de eerste brug, maar in ieder geval om deze brug... Het was wel een van de grotere bruggen. Ja. En, ja, je kunt je voor, als je op de landkaart kijkt, dan... Als de brug van Graven ertussen uitvalt, dan zijn al die andere bruggen ook niet interessant meer. Nee. Dus op volgorde zijn ze allemaal belangrijk. Als je de ene hebt, dan is de volgende weer belangrijk. Militaristisch gezien is de, voor de, je zei het al eerder, voor Operation Market Garden is de aanval op de Graafse brug, hè, heel de aanval, is een belangrijke geweest. Is er ook eentje uit het boekje? Ik denk wel dat je kunt zeggen dat als je hebt al een leuk vergelijk wat de Duitsers in 40 op West-Nederland gedaan hebben. Dat eigenlijk dezelfde per verrassing. Zoveel op strategische plaatsen landen. Ja. En dan hopen dat je grondtroepen snel genoeg zijn om jou bij te staan. Ja, het zal voor militairen zal dat een bekende strategie zijn. Nou, de Duitse generaal die in Den Bosch stond. Die zag dat spul allemaal overkomen. En die heeft dan zuchten van, had ik dat spul maar gehad. Ja, maar hij moest weten dat het bijna eindigend was voor hem. Misschien letterlijk ook nog wel. Ja, het verhaal rondom de brug, die is ook beschreven in diverse boeken.
Ik heb er eentje van Barten, heb ik hier voor me. Bridge 11. Ja, die is ermee begonnen, denk ik altijd van. En de weilanden bloesemden open. Ja. Die is van Henny Barten. Of Operation Market Garden, 17 september 1944. Bridge 11 is ours, is ook eentje. Ze zijn er, is er van alles geschreven. Wordt het nog herdacht? Dus dit moment, die 17 september, en hoe wordt je herdacht? Wij hebben aan de Maasbrug, Thompsonbrug moet ik zeggen, een monument staan waarbij we dus elk jaar de luchtlandingen en de bevrijding van Graven herdenken. En daar wordt door allerlei andere, ook omheen, veel dingen georganiseerd. Volgend jaar weer een grote voertuigenoptocht. Ook grondtroepen reenacten daarbij. Dus ja, dat is elke keer wel... Belangrijk om dat terug te blijven kijken. Dus we hebben luitenant Thompson, John Samuel Jocko Thompson. Jocko is zijn bijnaam. Ja, dat is zijn bijnaam, ja. Hij is ook nog later, heeft hij de bronzen star en de zilver star ontvangen. Okay. Dus het is een belangrijke, in ieder geval een leider geweest bij de bevrijding van de Graven. Onder zijn collega's werd hij ook wel als houdegen gezien. Het was er eentje die was niet bang. Ook zijn sportieve verleden als honkballer. Als honkballer. Zal daar ook wel deel aan zijn. Ja, dus het was een goede leider bij de bevrijding die we uiteindelijk tegemoet hebben gezien. 17 september 1944. Nou, Kees, bedankt ook weer voor deze podcast. Weer mooi om te horen. Er zit heel veel belevingen en ook veel ervaring in. Want je hebt nogal wat onderzoek gedaan. Het interesseert me zeer. Ja. Ik ben er nog niet mee klaar. Nee, en mensen die het verhaal ook van de bevrijding van Graven willen horen of een beetje gevoel willen meekrijgen, moeten maar gewoon langskomen bij de kazematten. Als wij daar staan, dan kun je daar alles horen. En kun je vragen wat je wil. Op de meeste dingen hebben we wel een antwoord. Ja, Kazematten Museum, vlak bij de Graafse Brug. Dankjewel. Wil je deze podcastserie volgen? Dan kijk op www.hetverhaalvangraven.nl. We gaan ook nog naar andere tijden, zeg maar, van de historie van Graven. En kan je allemaal volgen via deze podcastserie. Abonneer via je eigen podcastprovider of via Spotify. En ik zeg tot de volgende keer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Stichting Vestingstad Graven, 0486 TV en De Bijzondere Gasten. Volg alle afleveringen in jouw favoriete podcast-app of via de website www.hetverhaalvangraven.nl.